Dit is de podcast van de Nieuwe Zijl. Wij geloven dat iedereen het recht heeft om gehoord te worden en openlijk deel moet kunnen nemen aan het maatschappelijk debat, zonder consequenties. Wij bieden realisten een veilige thuishaven om te kunnen discussiëren. Kijk op www.denieuwezijl.nl voor onze nieuwste artikelen en een overzicht van onze events. Ook zijn wij te vinden op onze Facebookpagina, hebben wij een eigen Facebookgroep en zijn we te vinden op Twitter op @denieuwezijl. Goedendag luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de DNZ-podcast. Ik zit hier vandaag met Perry Pierik. Perry is historicus en gepromoveerd op de geopolitiek van Nazi-Duitsland. En omdat we vandaag in 2019 zitten, is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is begonnen. En ik dacht, het is een fantastisch onderwerp om in te springen op de geopolitiek van Nazi-Duitsland. Dus dankjewel Perry dat je hier de tijd voor wilt nemen. Ja, hallo, hoi. Zullen we maar eerst beginnen met de belangrijkste vraag. Wat is geopolitiek? Ja, dan begin je gelijk met een lastige vraag, Bart. Want er is altijd veel te doen geweest over het begrip geopolitiek. Je zou het, als je het vrij eenvoudig zegt... geopolitiek houdt zich bezig met de wetmatigheden in de relaties tussen landen. En met een nadruk op de fysische geografie erin. Dus daar bedoel ik mee rivierlopen, waterstromen, windrichtingen, bergketens, ja. Woestijnen die weer grenzen aan het gebied wat weer vruchtbaarder wordt. En hoe die interactie daartussen plaatsvindt. En dat is dus begonnen eigenlijk als een soort definitiezaak, bijna definitie strijd. Maar het wordt ook wel gezien als een state of mind. He, want de geopolitiek, zeker wat betreft het Derde Rijk en in zijn ontstaansperiode, dat was meer dan alleen een soort geografisch of politiek gebeuren. Dat werd ook gezien als een, ja, wat Haushofer noemde, een Selbsterziehung van het volk. Een volk moest eigenlijk geopolitiek worden opgevoed. Dus ja. Het was meer dan alleen een wetenschap, het was ook bijna een belijdenis. Ja, precies. Dus het staat ook veel meer los inderdaad van simpele ideologieën eigenlijk binnen bepaalde landsgrenzen. Maar het is natuurlijk meer ook te kijken naar het groter geheel natuurlijk. Want later zie je natuurlijk ook volgens mij binnen geopolitiek denken dat ook demografie ineens heel erg belangrijke rol gaat spelen. Zeker. Bevolkingsgroei of bevolkingsafname, wat natuurlijk invloed kan hebben op... Het is steeds breder geworden. Je ziet eigenlijk nu dat er bijna alle vakgebieden wel een geopolitieke component hebben. Zo is bijvoorbeeld ook internationaal recht een onderdeel geworden van de geopolitiek. Ja, de economie. Dus dat soort. Dus wat dat betreft, het is een wat uitwaaierend gebeuren. In die tijd van de jaren 30 heeft de Karl Haushofer, dat was de belangrijkste Duitse geopoliticus. Weer een opvolger van Friedrich Ratzel, de man van de politische geografie. Die heeft zich hier heel erg mee bezig gehouden. En die heeft samen met zijn zoon Albrecht ook geprobeerd om tot een soort synthese te komen in zijn werk. Dat zou een tweedelige studie worden. Daar is alleen het eerste deel van verschenen. En dat vind ik altijd wel mooi typerend. Dat zelfs de mensen die een leven lang eigenlijk met deze materie geworsteld hebben, die niet helemaal uit zijn gekomen. En daar kwam natuurlijk bij dat na 1945 die hele term geopolitiek besmet was geraakt. Waardoor er ook lange tijd, eigenlijk tot midden jaren 80 denk ik, misschien eind jaren 80, dat de term geopolitiek gewoon niet meer in zwang was. Nee, en ook zeker natuurlijk in Duitsland was het natuurlijk gewoon niet bonton om het over geopolitiek te hebben natuurlijk. Het werd gezien als een pseudo-wetenschappelijke expansiefilosofie. Ja, dat was eigenlijk natuurlijk ook Haushofers geopolitiek werd ook letterlijk geopolitiek genoemd in het Duits. Mm-hmm. Dus het werd meteen als men dacht aan geopolitiek, dacht men meteen natuurlijk aan de nazi-doctrine. Er is natuurlijk ook inderdaad van alles aan te merken op die theorieën van Haushofer. Het belangrijkste wat je er denk ik op aan kunt merken is dat het ook heel makkelijk misbruikbaar was. Ja. En het is ook gewoon gebruikt als legitimering om die Duitse expansie in de Tweede Wereldoorlog om,
om dat wetenschappelijk af te dekken. Je moet zien dat de studentenassistent van Karl Haushofer was Rudolf Hess. Ja, dat was... En zo is de relatie eigenlijk gekomen met de nazi's. En toen, na de mislukte veldaanhalenputsch in 1923, wat een mars naar Berlijn had moeten worden in navolging van de mars op Rome van Mussolini, zie je dus dat Hitler in de gevangenis komt. Hij zit aan de Landsberg aan Leg. Daar heeft hij ook Mein Kampf geschreven. Rudolf Hess was aanvankelijk ontsnapt na die mislukte staatsgreep. Die dook onder bij de Haushofers, bij die familie. Ja. En toen heeft die Karl Haushofer gezegd, joh, je kunt je beter toch maar aanmelden bij justitie. Want men wist dat justitie min of meer een beetje op de hand was van de coupplegers. En hij was bang dat als Hess later berecht zou worden, dat je misschien een andere rechter zou hebben. Vandaar dat Hess zich uiteindelijk gemeld heeft. En die heeft toen in de gevangenis Mein Kampf uitgetypt voor Hitler. Maar hij bracht ook mee de boeken en de tijdschriften van Karl Haushofer. Ja. En we weten ook uit het gevangenisdagboek dat Haushofer daar 7 keer op bezoek is geweest. Hitler heeft gewoon college gehad in Landsberg aan Leg van Karl Haushofer. Van de geostratege eigenlijk in die tijd van Duitsland. Want dat vind ik ook altijd heel erg mooi, dat als het gaat om de Tweede Wereldoorlog en Hitler, dat mensen het beeld hebben dat Hitler maar met alle nazi-theorieën kwam. Hè? Zoals Lebensraum, wat eigenlijk natuurlijk ook alweer terug te vallen is op Raadsel natuurlijk. Hè? Ja. Die ook al dacht van, ja weet je, staten zijn organisch en die kunnen uitgroeien. Maar ja, die hebben dus Lebensraum nodig. Ja. En natuurlijk later heeft natuurlijk Haushofer heeft er natuurlijk veel meer de bekende nazi-doctrines aan toegevoegd. En onder von Ribbentrop en Hitler is natuurlijk het nog extremer geworden. Zeker. Maar Hitler heeft zeker niet de kunde gehad om het zelf allemaal te bedenken. Het punt was natuurlijk met Hitler dat hij heel succesvol heeft afgerekend eigenlijk met zijn voorlopers. Kijk. Hitler was natuurlijk zo heeft Goebbels hem neergezet als de propaganda, als een soort goddelijkheid die rechtstreeks uit de hemel op aarde kwam om Duitsland te vertellen hoe het allemaal moest. In werkelijkheid natuurlijk had hij ook gewoon zijn leermeesters. Alleen die leermeesters, daar is consequent mee afgerekend. In sommige gevallen letterlijk. Een deel van de leermeesters zijn gewoon vermoord door Hitler. Anderen zijn de mond gesnoerd. Ja. Een bekend voorbeeld is die leider van dat Tulekezelschap. Dat is die beetje mystieke organisatie waaruit de Duitse Arbeiterpartij is voortgekomen, waar later weer de NSDAP uit voortkwam. Die man kreeg bijvoorbeeld een schrijfverbod en die is ook in exil gegaan. Die is naar Turkije gegaan. Jurg Lans van Liebenfeld, dat was die man van de Ordi Novi Templi. Dat was ook een mystiek gezelschap uit de Weense jaren die invloed heeft gehad. Met dat blad Ostara, waar al die rassentheorieën al in stonden die later Hitler zou omarmen. Die man kreeg een publicatieverbod. Ja. Wat deed die? Die autodateerde alles in publicaties. Die schreef gewoon door, maar die deed net alsof dat allemaal oud werk was. Eigenlijk de enige leermeester die enige erkenning kreeg is Dietrich Eckart. Dat is de man aan wie die Mein Kampf opdroeg. Dat was de man van de tijdschrift Auf gut Deutsch, wat eigenlijk een voorloper weer was van de Völkische Beobachter. Maar zo zie je dus dat Hitler daar heel erg voor gewaakt heeft dat het ideeëngoed natuurlijk rechtstreeks aan hem gekoppeld werd. Ja, maar dat is natuurlijk die verering van Hitler als persoon natuurlijk, hè? Die messiasstatus. Die kon natuurlijk geen aardse leermeesters hebben. Nee. Dat was het punt. Maar als je er één kan aanwijzen op het gebied van de internationale politiek en de geopolitiek, dan is die Karl Haushofer een belangrijke figuur. Die bepleitte, en dat is wel interessant, er zijn ook wel parallellen met andere ideologieën. Hij noemde dat dus die Selbsterziehung van het Duitse volk. Hij zei dat Duitse volk, Duitsland is sowieso laat ontstaan, heeft eigenlijk weinig begrip van de internationale verhoudingen, begrijpt eigenlijk weinig van de internationale politiek en hoe dat allemaal werkt. En hij geloofde erin dat je hij noemde dat Mittel-Europa, dat moest ontwaken. Ja. Duitsland was de kern eigenlijk van Europa. Daarop bouwde hij een theorie voor, dat noemde hij letterlijk ook, dat het kernraam Europa, dat gedomineerd werd als van nature door Duitsland. Duitsland moest daar de voortrekkersrol in spelen en dat noemde hij het geometrische oord. Dat was het uitgangspunt van waaruit je moest denken. En dan zei hij van als Duitsland zijn status quo handhaaft, dan komt het in de problemen.
Ja. Want de rivierlopen zijn bijvoorbeeld heel ongunstig in Duitsland. Hij noemde dat parallelschaal toen. Dus ja. De rivieren die liepen van noord naar zuid. En dat vond hij onhandig. Je had eigenlijk ook, net als Rusland, laten we zeggen, rivieren nodig die gewoon... Ja, die overdwars liepen. Die overdwars liepen. Hij heeft een driedelig werk geschreven over de rivier de Rijn. Waarbij het voornaamste pleidooi eigenlijk was dat die Rijn binnen Duits grondgebied moest liggen. Nou ja, dan krijg je natuurlijk al die enorme spanningsveld met Frankrijk. Want sinds de Rijnische Republiek en de Napoleontische belangstelling voor de Rijn. Nou ja, de belangstelling voor de Rijn is al zo oud als de Romeinen. Met de limes. Dus je ziet dus dat, ja, dat hij op die manier bezig was. Ik vind het altijd interessant om die vergelijking te leggen. Die zelfserziehung, dat kun je eigenlijk vergelijken met de erkentenistheorie zoals je ook in het cultuurmarxisme had bij Gramsci. Ja. Die wilde dus ook het intellect en de mensen overtuigen. En na die overtuiging zou je dus een proces op gang brengen van inzicht, waardoor er weer politiek juist gehandeld werd. Wat dus Haushofer noemt het zelfserziehung, dat is de erkentenistheorie bij Gramsci. Dus wat dat betreft zit er een interessante parallel tussen de beide ideologieën. Ja. Ja, dat is zeker interessant. Haushofer, die heeft natuurlijk ook heel veel van een andere grote geodenker natuurlijk, of geopolitiek denker gehaald. En dat is natuurlijk die Mackinder. Ja. Die natuurlijk al heel snel stelde dat de Heartland, om eigenlijk het Eurasiatische continent te domineren, met Afrika natuurlijk erbij gerekend, moet je natuurlijk eigenlijk gewoon Oost, Midden en West-Europa natuurlijk hebben. En vooral Duitsland had natuurlijk een probleem dat ze niet aan de zeeën zaten. Ja. Of aan een stuk in het noorden, maar daar heb je natuurlijk... Ja, dat klopt. Vrij weinig uitvalbasis. Dat klopt. Ja, die heeft een enorme invloed gehad. Die Halford Mackinder en die Rudolf Kjellin. Dat is ook een belangrijke figuur. Dat is een Zweedse of Noorsman, toch? Ja, precies. Ja. Precies. En die heeft ook het boek geschreven, al in 1917, De Staat als Levensvorm. Ja. Waarin hij daar eigenlijk ook op gaat. En dat heeft die Kurt Voorwinkel, dat was een bekende uitgever van die tijd, die ook het tijdschrift voor Geopolitiek uitgaf. Die zei ook van... Die heren, die van de Weltinsel en die Kjellin, die hebben eigenlijk de eerste stenen gelegd voor de moderne geopolitiek, zoals die werd toegepast. Dat idee van het kernraam, dat was inderdaad een antwoord op meer die Anglo-Saxische wereld en het Noord- en Zuid-Amerika, wat ze dus eigenlijk ook als één of als twee blokken zagen, maar in ieder geval wel als concurrent op de wereldmacht. Kijk, Duitsland had natuurlijk geen koloniën en dacht dus, laat maar zeggen, veel continentaler over dit probleem. En daar komt inderdaad die problematiek van de levensruim eigenlijk uit voort, waarbij men dacht van Duitsland kan niet blijven bestaan bij een voortbestaan van de status quo. Dus je moet eigenlijk expanderen. Maar ja, in de kolonie is geen ruimte. En wat belangrijker was, Duitsland had ook niet de kolenstations om een vloot internationaal te laten opereren. Want het gekke is, je kunt pas eigenlijk wat doen met je vloot als je ook af en toe kolen kunt laden. Hè? En Elsass-Lotharingen, die natuurlijk wel zelf ook helemaal afgesneden. Dus, je moet ook kolen kunnen laden fysiek op plekken in de wereld. Kijk, dat is dus dat had de Britten en de Fransen goed voor elkaar. Ja, die hadden meer dan ruimte. Goed voor elkaar. De Amerikanen hebben dat natuurlijk uiteindelijk ook uitgebouwd. Dus het punt was dat Duitsland in toenemende mate keek naar een continentale oplossing van dat probleem. En dan zie je dus inderdaad dat de Heartland, of wat men ook wel noemt de Weltinsel, zo werd dat ook genoemd eigenlijk door Haushofer, dat die concurrentie kregen van het kernraam Europa. Waarbij men dus dacht in de termen van Haushofer, want die dacht niet zozeer in onderwerping, maar meer in samenwerking. Dus in die zin heeft Hitler wel ideeën geperverteerd van Haushofer. Ja. Dus die dacht eraan, kijk, Duitsland, dat zijn de ingenieurs en het intellect. Rusland is het grondstoffen en mensenpotentieel. Dat is gewoon het werkvolk. En Japan levert de vloot. Want het kernraam, dat had ook nog wel een eilandje. Dat was Japan aan de andere kant. Dus we moeten de Japanse geopolitieke rol ook zeker niet vergeten. Zeker niet. En daar was trouwens Haushofer heel erg mee bezig. Die heeft jarenlang in Japan gewoond. En daar schreef hij ook veel over. En je ziet dus vanuit dat ideeëngoed van Haushofer, dat je dan een denken krijgt in de machtsblokken, waarbij hij
benoemde, en dat is, heeft toch ook een bepaalde actualiteit nog steeds, dat zijn eigenlijk de beide Amerika's, wat hij noemde, dus de Heartland versus de Weltinsel. Wat hij noemde het krachtraum Groot-Oost-Azië. En dat was interessant, want daar zag hij Japan eigenlijk op dit moment als de voortrekkersrol, ja, maar China als de grote verwachting. Heeft hij gelijk in gekregen. Ja, dus dat is interessant. Afrika, dat noemde hij Saharisch totraum. Dus dat sloeg hij eigenlijk in machtspolitiek min of meer over. Wat dat betreft, dat zou eigenlijk, dat past niet meer helemaal natuurlijk in het beeld van vandaag. Waarin je ziet waar de Chinezen eigenlijk een soort van neocolonisatiebeleid op een aanhouden in Afrika. Ja, en de vitalistische drang in Afrika om de sprong over de Middellandse Zee te wagen, die uiteindelijk ook invloed heeft op het leven hier. Hij zag dat in Europa zelf, dat noemde hij, hij noemde dat ook wel Nooi Europa, hè, dus dat kernraam onder Duitse hegemonie, dat zou dan het nieuwe grote blok zijn. Waarbij hij de Sovjet-Unie, ja, dat was dan de grote vraag, dat noemde hij het wereldpolitiek vacuumsgebied. Dus met andere woorden, dat was eigenlijk een soort experimenteel tussenland. Ja. Hij zag dat communisme ook als een experiment. Een levensgevaarlijk experiment met heel veel mensen en een enorm grondgebied in betrokken. Maar je proeft daar ook een klein beetje de onderschatting eigenlijk al uit. Toen al. Voor de Sovjet-Unie en voor het huidige Rusland. Tot op zekere hoogte kun je zeggen dat experimentele gebied daar nog steeds ligt. Want niemand weet welke kant het opgaat met Oekraïne. Nee. Om maar iets te zeggen. Ja. We hebben de Krim natuurlijk recentelijk gehad. Je hebt het Donetsk gebied, wat natuurlijk nu omstreden is. En je hebt Wit-Rusland. Belorussia. Waar, wat natuurlijk ook een, het is misschien wel stabiel op dit moment, maar of dat een blijvend stabiel gebied is. Ja, nou, je ziet natuurlijk dat Rusland op dit moment wel alles aan doet natuurlijk om Wit-Rusland natuurlijk bij te houden. Hè? Natuurlijk in de Eurasiatische Unie en je hebt nu dat Veiligheids- en Vredesorganisatie natuurlijk, hè, wat een tegenhanger is van de moderne NAVO natuurlijk, hè, waar voormalige Sovjet-staten in zitten natuurlijk. Dus je ziet ook dat Rusland natuurlijk weer helemaal terug is bij de oude geopolitiek. Ook als het gaat bijvoorbeeld om een autarkisch bestaan. Ja. En waar natuurlijk Houthoven ook heel erg op inspeelde. En zelfvoorzienendheid. Ja, ik weet nog wel dat ik in de... wanneer was dat? Niet eens zo heel lang na de val van de muur. Was ik een keer op bezoek in Sint-Petersburg bij een Russische kerngeleerde. Ja. En daar had ik een leuk gesprek mee. En toen maakte ik een beetje een half grapje dat ik zei van, kan Rusland ook niet gewoon bij de NAVO komen? En waarop die meteen als nog een adder gebeten antwoordde, wij hebben niets nodig, wij hebben alles al. Dat vond ik een interessante uitspraak. En ja, het is natuurlijk zo dat Rusland, of de voormalige Sovjet-Unie, als grondstoffenleverancier natuurlijk een geweldige mogendheid is. Ja. Het feit dat wij nu met z'n allen aan die Russische aardgas hangen, is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Ja. Dus wat dat betreft, kijk, die Russen die hebben in die zin ook letterlijk de ruimte gehad om geopolitiek te kunnen bedrijven. En ik geloof ook eerlijk gezegd dat zij daar ook goed in zijn. En waar het bij ons een beladen begrip is geweest, is bij hen volgens mij gewoon standaard denken. Ja, dat zit gewoon in hun DNA eigenlijk verweven. Maar hetzelfde natuurlijk bij de Amerikanen. Ook bij Amerikaanse studenten is natuurlijk geopolitiek bij studies als geschiedenis. Is dat vrij normaal om daar al over na te denken natuurlijk. Ja, dat klopt. Ik denk alleen dat je die zelfsetzioen daar, die zit natuurlijk wel wat anders in elkaar dan in zo'n Rusland, om het in termen van Houshoven te denken. Want zij zitten er middenin. En bij Amerika is natuurlijk meer gefocust op interventies. Maar ik bedoel ook, er spelen gewoon meer machten en krachten mee in dit westerse speelveld. Kijk, het is toch onvoorstelbaar. Voor 1945 kon toch niemand zich voorstellen dat die NGO's zoveel invloed zouden hebben op de wereld. En nu zie je eigenlijk dat binnen het westers denken. Kijk, weet je wat ook een beetje het punt is? Het territoriale denken, wat geopolitiek is, is ook een beetje niet alleen in discrediet geraakt door de Tweede Wereldoorlog, maar ook een beetje als achterhaald beschouwd,
Omdat in het Westen men het idee had, ach, ideeën zweven in de lucht. Ja. Die breng je gewoon de wereld in. Dat wordt een deel van onze, hoe noemen de antroposofen dat, de Akasha-chroniek. Ja. Waar je je ervaringen uit kunt putten. Dat kent geen grenzen. En dat Westen verovert op zijn sloffen even de wereld met deze ideeën. Dat is eigenlijk hoe het. Dat is eigenlijk. Dat is ook een vorm van geopolitiek. Hè? Ja. Is dat geopolitiek van het denken. Dat heeft volgens mij het Westen heel erg in zijn greep gehad. Dat is natuurlijk wel zo. Dat natuurlijk op die Amerikaanse militaire academies. En in het Pentagon heeft men heus wel gewoon territoriaal gedacht. Het is niet voor niks dat die Amerikanen over kolenstations gesproken ook wereldwijd hun basis hebben. Ja, we moeten natuurlijk vergeten dat de Amerikanen natuurlijk al heel vroeg erbij waren met bijvoorbeeld zoiets als de Monroe-doctrine. Ja. Waarin ze toen al wisten van dat Zuid-Amerika natuurlijk gewoon in hun invloedzone moest blijven zitten. Ja, daar was nooit discussie over. Nee, dat was ook gewoon een thuishaven qua geopolitiek denken. Ja, dat klopt. Maar ik denk natuurlijk dat onze geopolitiek heeft dus door zo'n hele mei 68 idee dat je toch zomaar het idee vanaf de straat in de instituten kon brengen. Dat heeft zich ook voortgezet in dit soort zaken. Je ziet ook dat zo'n idee van zo'n Frankfurter Schule ook heel doelgericht vanuit Amerika, Europa zijn binnengebracht met het idee van we gaan Duitsland niet ontmilitariseren en heropvoeden via een militaire bezetting alleen, want Duitsland werd natuurlijk bezet of bevrijd, maar hoe natuurlijk. Ja, het moment waar je aan zit. Ja, nou ja, ik denk dat je kan praten natuurlijk op zich van de bevrijding, maar het was natuurlijk ook een omvorming van de geest. Ja. En dat zie ik eigenlijk ook als een wapen, als een soort, of in ieder geval een geopolitiek feit. Dus dat zijn die nieuwe dingen. En ik denk dat zo'n Poetin, als je dat ziet, hoe die dat in dat Donetsk doet, dat is gewoon het verplaatsen van bevolkingsgroepen, het steunen van paramilitaire eenheden, het uitbuiten van geografische ligging binnen het militaire spel. Het is niet voor niks dat bij zo'n Mariupol ook weer gevochten wordt. Dat zijn belangrijke havens. De Krim was natuurlijk ook een overduidelijk geopolitiek draaiboek. Ja, dat zeker, want het is een belangrijke havenstad. Het is een belangrijke havenstad. Het is van oudsher de poort tot de Balkan. Ja. Dus het is dat zijn belangrijke dingen. Daarbij, hij was natuurlijk denk ik ook een beetje bang voor. Het is ook het enige echte vliegtuigincident tussen NAVO en Rusland geweest. Dat vond plaats boven de Zwarte Zee tussen Turkije en Rusland. Waar er gewoon vliegtuigen naar beneden gingen. Dus er was ook een zekere angst van wat gaan die Krim-Tataren straks doen. Wordt dat een islamitisch. Want de Oost-Europeanen, die ziet het ook aan de Midden-Europeanen binnen Europa. Die kijken toch wel iets anders aan tegen de toenemende invloed van de islam in Europa. Ja. En ik denk dat Poetin daar ook zo zijn gedachten over heeft. Ja, die heeft er zeker over nagedacht. Ja, het is ook de IS heeft ook openlijk aangekondigd, of wat er nog van over is, dat ze de strijd ook tegen Rusland willen opnemen. Dat zie je in hun eigen propagandafilmpjes, zie je dat. Je ziet ook dat de Russen weer langzaam zich met Afghanistan ook weer beginnen te bemoeien. Dat heeft ook daarmee te maken, dus dat is allemaal geopolitiek. En de Krim was natuurlijk belangrijk, omdat het niet alleen natuurlijk door de Oekraïne geclaimd werd, maar dat had ook nog op een andere manier kunnen ontsporen. Dus vandaar dat het voor Rusland belangrijk was om dat te herstellen. Ja, nou, genoeg dingen inderdaad om over na te denken. Maar ook zeker natuurlijk nu ook met het oog op natuurlijk die Arctische zijderoute natuurlijk waar ze mee bezig zijn. He, want die kappen die verdwijnen natuurlijk min of meer, dus die zeeroutes liggen langer open. Ja, dat is heel interessant. Infrastructuur aanbrengen is. Ja. Dat is heel interessant. Nou, er zijn een aantal dingen inderdaad die belangrijk zijn. Je ziet die zeeroutes zijn belangrijk. Wat je ook ziet binnen de geopolitiek, dat is die Zuid-Chinese zee, wat daar aan de gang is. Daar zie je dus, dat is natuurlijk lange tijd binnen de Koude Oorlog een moeilijk gebied geweest. Je hebt daar Taiwan, je hebt Cambodja, waar we de Killing Fields natuurlijk hebben gehad. We hebben Vietnam daar liggen. Maar je hebt de Chinezen die zich daar hier op een enorme manier in één keer in die zaak mengen. Met een enorme vindingrijkheid, waarbij ze gewoon een eilandje opspuiten en vervolgens in één keer territoriale wateren claimen. Er zijn gebieden nu die geclaimd worden door China. Dat is een mooi boek van Bill Hayton is daarover verschenen. The South China Sea, The Struggle for Power in Asia.
die dus stelt dat er nu gebieden door China geclaimd worden die meer dan 1000 kilometer van het vasteland van China liggen. Ja. Die gewoon als territoriaal gebied worden geclaimd. Terwijl ze maar 200 kilometer voor de kust van Vietnam liggen. Ja. Dus wat dat betreft, ik volg natuurlijk met interesse de onderhandelingen van Trump nou met China en hoe dat loopt. Ik denk wel dat, en dat praat ik, dat bedoel ik niet direct in militaire termen, maar ik denk wel dat er het tegengas wat Trump op dit moment geeft, dat dat wel noodzakelijk is in dit hele verhaal. Omdat je natuurlijk ziet dat de toch enigszins existentiële crisis waarin het Westen zich bevindt, ja, door China toch wel machtspolitiek geduid wordt en men zich daar ook naar gedraagt. Ja, ja zeker. Ja. En ook simpelweg afspraken niet nakomt die de creditcardsystemen bijvoorbeeld van het Westen die moesten gangbaar worden in China. Dat is toch over 10 jaar geleden afgesproken. Het is nog steeds niet geïmplementeerd. Nee, die Chinezen hebben natuurlijk nog een heel ander moreel kompas. Dus ook de vraag is inderdaad hoe dicht staan we bij ze. Want inderdaad, ethisch gezien en zo hebben zij hele andere culturele normen. Zeker. En als bondgenoten ze zien is zeker ook geen verstandige zet. Nou, ik zou ze willen zien eigenlijk als een... noodzakelijk handelspartner, toch? Ja, zeker. Maar ik zou het ook wel willen zien toch ook als een soort test voor ook voor ons. We moeten voorkomen dat we dit probleem te snel, laten we zeggen, militariseren of alleen maar geopolitiek zien. Maar we mogen het ook niet onder de tafel schuiven. Ik denk dat het punt is. Want ik denk, er ligt hier een grote kans. Maar die kans hadden we ook met Rusland na 89. En die hebben we aardig verspeeld. Die hebben we meerdere keren gehad natuurlijk. Maar met Poetin die volgens mij tot 3 keer toe vroeg of hij bij de NAVO kon. Ja, en, ik denk dat... precies. En ik denk dus dat er... het zal heel jammer zijn als we met die Chinezen in een soort... in een probleem komen wat ook volgens mij onoplosbaar is. Want ik denk dat de Chinese weg zal anders blijven dan die van het Westen. En ik denk dat we krijgen met die Chinezen vooral problemen op het moment dat het Westen niet meer is. Ja. Dat denk ik. Wij moeten staan waarvoor we staan. En in die zin pariteit afdwingen met een land als China. Ik denk dat dat de lessen zijn, laten we zeggen, voor de geopolitiek. Als je kijkt vanuit de Tweede Wereldoorlog, wat hebben we geleerd, dat we dat kunnen leren. Hè, want wat je dus eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog zag, met zo'n Haushofer, dan zie je toch dat soort ideeën van een kernraam uiteindelijk misbruikt zijn voor de levensraamfilosofie van Nazi-Duitsland. Ja. En ik weet niet of je die plannen ooit bestudeerd hebt. Ik heb het op de universiteit eigenlijk nooit gehad, wat vrij onbegrijpelijk was. Maar die Duitsers hadden dat plan ontwikkeld, generaalplan Ost. Ja, ja, dat is onvoorstelbaar als je dat leest. Daar moesten gewoon tientallen miljoenen mensen moesten gewoon verwijderd worden. Ja, en waar uiteindelijk natuurlijk Himmler de volmacht over kreeg. Zeker natuurlijk nadat het minder goed ging. Dat zie je sowieso. Hè. Je ziet dus inderdaad dat die hele bezettingspolitiek. De Russen waren nog het beste af op het moment dat het militair bestuur heerste. Het zogenaamde Korps Rückwärts, het KORUK. Maar naarmate het gebied dan dieper in het achterland kwam te zitten, dan kreeg je dus eigenlijk een politiek bestuur, een partijbestuur over het gebied. Maar de SS had daar ook zijn eigen. Ja? Al die gebieden hadden een heure SS, een Polizeiführer. Ja. Nou ja, en dan kwam je. En dan kwamen die gebieden onder de greep natuurlijk van mensen als Himmler, die een moreel kompas hadden die echt verderfelijk was. Nou ja, zeker. Ja. Dat leidt gewoon tot grote moordpartijen. En je hebt natuurlijk ook in die tijd natuurlijk die einsatzgroepen die in Rusland actief waren. Ja, die 4 einsatzgroepen. Ja. Die zijn eigenlijk al direct vanaf het begin actief. Ja. Hè? Dus nog voor de... Voor de Wanzee-conferentie besloten om de entlozing in te zetten. Ja, ja, wat dat betreft denk ik wel eens dat die Wanzee-conferentie misschien te veel achteraf gemaakt is tot het beslissende moment. Want het was in feite in volle gang al. Het is onterecht. Maar die Wanzee-conferentie was natuurlijk op een gegeven moment gewoon een machtsspel natuurlijk van Himmler. Om natuurlijk Göring definitief als leider van het oosten van het Rijk natuurlijk gewoon weg te werken. Want na de Wanzee-conferentie kreeg natuurlijk Himmler steeds meer macht. En natuurlijk om die concentratiekampen daar gewoon neer te gooien. En concentratiekampen of vernietigingskampen.
Vernietigingskampen. En voor deel werd er natuurlijk ook gewoon economische uitbuiting. Ja, daar natuurlijk ook plaats. Er werd een roofbouw gepleegd daar. Ja, want je had natuurlijk, dat was die machtsstrijd met Göring, die het hoofd was van die vierjaren plannen. Ja. En je ziet dus eigenlijk dat in Polen in 1939 Himmler eigenlijk te laat is. Dan bemoeit hij zich eigenlijk vrij laat met het hele gebeuren. En hij wil dat in 1941, als hij Rusland veld had, wil hij dat eigenlijk beter doen. En dan zitten ze bovenop. Alleen wat je zag, en dat was de geopolitiek van Hitler intern, hoe die eigenlijk altijd overlappende verantwoordelijkheden instelde. Ja. Want je had daar ook die Staap Rosenberg. Dat was ook een club mensen, was onder leiding van die Alfred Rosenberg, die ook moest meehelpen besturen van dat Oost-Europa. Je had de vierjarenplannen van Göring. Je hebt daar die clubjes als die organisatie zo'n Toot, die daar ook nog van allerlei dingen doet. Je hebt het leger, wat natuurlijk zijn eigen gebied wil veiligstellen. Je hebt de partij, want soms waren die mensen lid van de SS, maar ook een hoge partijfunctionaris. Hadden ze een dubbele loyaliteit en ook conflicten onderling. Hè. Met Hans Frank zag je dat bijvoorbeeld in Polen. Dus dat was heel ingewikkeld. En het slimme was hoe Hitler het georganiseerd had. Want er kwam iemand bij Hitler en die klaagde dan van ik kan niks doen, want Göring doet dit en dit en dit. En daar gaf Hitler hem een volmacht. En dan kon bijvoorbeeld Himmler weer een tijd vooruit, totdat Göring weer bij Hitler kwam om te klagen over Himmler. En dan kreeg hij een volmacht en dan stonden ze weer op gelijke voet. En dat is eigenlijk, het is het typische concept van verdeel en heersen eigenlijk. Ja. Waardoor Hitler natuurlijk absolute macht behield. Aan de andere kant, het heeft natuurlijk het functioneren van de Derde Rijk niet geholpen. Nee. Niet geholpen. En dat was natuurlijk voor het Westen uiteindelijk en ook voor Sovjet-Rusland natuurlijk een zegening. Hoewel Sovjet-Rusland natuurlijk op precies dezelfde manier werkte. Ja, die deed precies hetzelfde. En Stalin, die wist er ook wat van. Ja, zeker. Nee, mijn filosofie is dat de Sovjet-Unie heeft stand gehouden door één voornamelijk wapen. En dat wapen heette terreur. Er waren meer dan 1000 eenheden die achter het front actief waren, die niks anders deden dan het opruimen van troepen die terugtrokken zonder toestemming. Ja. En eigenlijk zie je dat nog steeds. Ik heb een beetje studie gemaakt van hoe die Russen die slag om Grozny destijds gedaan hebben. Ja. Na de val van de muur alweer. En dan zie je dus ook dat de manschappen gingen de stad in. Daarna lag een cordon eigenlijk van officieren en onderofficieren. En daarbuiten lag weer militaire politie. Ja. En eigenlijk kwam het erop neer dat je iedereen hield in zijn kring. Ja. Wie terugtrok, die kreeg een kogel van de eigen zijde. Ja, dat leidt dus, ik moet wel zeggen, het was altijd verschrikkelijk in de geschiedenis om tegen de Russen te moeten vechten. Maar het was ook voor de Russen zelf altijd verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk om zelf Russisch te zijn in die tijd. Ja, het is altijd een hele lastige tegenstander geweest om tegen te vechten. Dus wat betreft de geopolitiek hoop ik dat we voor rustige tijden staan. Ja, nou dankjewel voor deze informatie, Perry. Als laatste, heb jij nog boekentips of personen omtrent de geopolitiek van de eerste helft van de 20e eeuw waarvan je denkt, nou dat is echt een aanrader om meer in dat geopolitieke spel, in de aanloop van de Eerste Wereldoorlog, maar ook natuurlijk de Tweede Wereldoorlog waar we het net uitgebreid over hebben gehad, om daar wat meer in te verdiepen? Ja, ik moet je zeggen, ik ben altijd zelf erg van het terug naar de primaire bron. Ik zou het helemaal niet verkeerd vinden als het boek Politische Geografie van Friedrich Ratzel gewoon weer eens een keer bestudeerd wordt. Dat zijn gewoon de grondleggers van dit soort ideeën. Ik heb het voor wat betreft de Tweede Wereldoorlog en de invloed van die Karl Haushofer, heb ik zelf het boek geschreven, Karl Haushofer en het Nationaal Socialisme. Ik heb geprobeerd te duiden, laten we zeggen, hoe zijn ideeën van invloed zijn geweest. En ik denk voor de moderne tijd zou ik zeggen Samuel Huntington, The Clash of Civilizations. Ja, ik heb dat recentelijk nog een keer herlezen. En eigenlijk zou iedereen die het in zijn tijd destijds heeft gelezen het nu nog eens moeten herlezen om te zien hoe gelijk deze meneer had. Het was nogal omstreden toen die uitkwam. Ja. Hè? Ja, want het kwam ongeveer om dezelfde tijd als Fukuyama's boek natuurlijk. Toch ongeveer?
Ja, misschien ja. Tussen of zo, maar... Ja, dat was natuurlijk... Dat stond natuurlijk haaks op elkaar. Want Fukuyama, die... Ja, die end of history... Dat ging nou juist niet over constanten in de geschiedenis... Maar over hoe alles veranderd was. Ja. Terwijl Huntington eigenlijk stelt van... Ja. Sommige dingen liggen gewoon vast. Kijk, dat vind ik bijvoorbeeld heel interessant. Bijvoorbeeld als je Karl Haushofer leest... Die gewoon zegt van... De natuurlijke grens bijvoorbeeld van de islam als politieke macht... De islam houdt op. Dat is bij de boomgrens. Ja. Dat is eigenlijk heel interessant. Op het moment dat de bossen er zijn... is er een andere mentaliteit onder de volkeren. Ja. En het is best interessant om eens te bekijken bijvoorbeeld... Ja, ik noem het nou maar even in één zinnetje... maar hij heeft er natuurlijk veel over geschreven. Het is eigenlijk heel interessant om zoiets te bestuderen. Hoe zagen die mensen die wereld in die tijd? En wat kan je ervan leren? En waar moet je ook afstand van nemen? Er zijn natuurlijk ook... Ja, we kunnen er kort over zijn. Die ideologie is... Of die theorie is natuurlijk ook misbruikt. Maar ik zeg, die Samuel Huntington... Daar ben ik van onder de indruk. Als je dat nu weer opnieuw naleest... Dan denk ik... heel goed boek om actueel, te bestuderen. Ja. Ja. Oké, top. Dankjewel, Perry. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Dankjewel. Deze podcast werd opgenomen door Bart Rijmerink. Heeft u nog tips over toekomstige sprekers of toekomstige onderwerpen? Neem dan contact met ons op via onze mediakanalen. Thank you.